Ja, dus ik bedoel dat het een hoger is. Like this. We hebben onderzoek gedaan, we zijn onderzoek bezig met bloemen, effect van bloemen op een ruimte. En we zien dat mensen totaal anders reageren, een totaal andere stemming hebben in een ruimte met bloemen dan in een ruimte zonder bloemen. We zien dat mannen anders kiezen en kopen dan vrouwen. Mannen maken heel snel keuzes, zijn veel meer geïnteresseerd in dingen die nieuw zijn. Vrouwen maken veel wel overbogener keuze voor producten, gebruiken ook veel meer tijd om te komen tot de keuze van een product dan mannen. Nou, dat klopt allemaal uit als we het vergelijken met onderzoek wat elders wordt gedaan. Er zijn heel veel verschillen. Wij proberen dat verder op te pakken door hier onder normale omstandigheden te kijken van wat zijn de lange termijn patronen in het gedrag van mensen. Nee, ik ben me niet echt bewust van dat daar onderzoek wordt gedaan. Ik kies wat ik zelf lekker vind. Ik denk, ik ben niet constant mee bezig, nee. Ik denk dat het wel het geval is. Ook hoe dat ze de dingen neerzetten, het eten. Daardoor word je natuurlijk geprikkeld om iets te kopen of om iets niet te kopen. En ook wel eens ooit aan de geur, heb ik het idee, ligt het wel. Als je iets lekkere geur ruikt, dan ben je toch eerder geneigd om iets te kopen wat je eigenlijk anders niet zou kopen. Ik doe dit. Te zijn, die kan hen of haar bijvoorbeeld een voedseladvies geven. Gezien uw historie, uw dieethistorie, gezien uw momentane psychologische en fysiologische situatie, kunnen wij u dit en dit aanbevelen. En dan niet alleen het soort producten wat iemand zou moeten gaan eten, maar ook bijvoorbeeld de portiegrootte. Als iemand net een workout achter de rug heeft hij
behoefte aan ander soort voedsel en een andere hoeveelheid voedsel dan als iemand net van achter zijn bureau vandaan komt.